Goedemorgen allemaal. Ja, of het zo'n goede morgen is, dat weet ik nog niet direct. Het is een regenachtige, gure, grauwe dag buiten. Dus of het een mooie dag is, weet ik niet. Maar het wordt in elk geval een leerrijke, interessante voormiddag. Leuk dat je kijkt naar dit webinar. Lysosomale stapelingsziekte van een taboe naar een familiezaak. Wat daar gaan we het vandaag hebben. Een uur en een kwart praten we over. Wat doe je als er een erfelijke ziekte in je familie rondwandelt? Hoe bespreek je dat? Doe je een test? Wanneer vertel je dat aan je kinderen? Wat zijn een aantal ethische bedenkingen die we daar rond kunnen maken? Dat bespreken we met drie verschillende gasten. We hebben daarnet onze meter boven gehaald. En hoofd tussen hoofd zitten we zeker anderhalve meter van elkaar. Daarom werd samen met professor Poppen ook beslist van wie spreekt, doet zijn masker uit. Dus de meter mag even weg. We gaan het dus hebben over erfelijke aandoeningen. En we hebben drie mensen in de studio die daar beroepsmatig dagelijks mee bezig zijn. En aan mijn linker-rechterkant hebben we eerst en vooral Marlies Salaert. Jij bent ethicus, je werkt aan de Universiteit van Gent. Maar je werkt ook bij een instituut dat een jaar geleden niemand kende. En nu kent iedereen het, Cienzano. Ja. Je bent ethicus en je gaat dus waarschijnlijk hebben over wat doe je als je een test hebt. Daar zijn een aantal ethische bedenkingen bij te maken. Ja, inderdaad. Daar kunnen een paar ethische reflecties over gemaakt worden. En die ga ik kort toelichten. Ja, oké. Okay. We hebben ook Sabine Hellemans in de studio. Sabine is psychologe, werkt bij de dienst medische geneeskunde aan het Universitair Ziekenhuis in Gent. Als ik psychologe hoor, dan denk ik, wat is de impact van zo'n test? Wat is jouw thema dat je straks gaat bespreken? Ja, klopt. Mensen die bij ons op de dienst komen, komen als individu. Maar eigenlijk, wanneer het gaat over erfelijkheid, gaat het over heel veel meer mensen dan één persoon. En daar ga ik het zelfs wat meer over hebben. En klopt het dat jouw diensthoofd naast mij zit? Klopt. Ja, en dat diensthoofd is professor Poppen. Hij is geneticus. Diensthoofd genetische medische genetica, zo is het aan het Universitaire Ziekenhuis te Gent. Maar vaak wordt hij ook Dr. House genoemd. En u weet misschien dat er een viertal artsen in het UZ Gent gespecialiseerd zijn in heel zeldzame aandoeningen. Dat wordt het Dr. House team genoemd, omdat zij van overal een beetje moeilijke zaken binnenkrijgen waar andere artsen hun tanden op stuk bijten. En dan gaan ze naar dat Dr. House team. Maar die naam klopt niet helemaal, hè, professor? Nee, het is een vergelijking wat we ons inmiddels bij neergelegd hebben. Ja, ik heb het er nog een keer goed in gevreven. Voilà. Maar ja, het is wel vergelijkbaar in die zin dat we bij patiënten met overklaarde symptomen of klachten dat we op zoek gaan naar een oorzaak. Maar we doen het eigenlijk als team vanuit verschillende disciplines. En lukt dat altijd? Vaak niet. We vinden bij de aangemelde patiënten een diagnose in iets van 1 op 4 tot 1 op 5. Van de gevallen, wat dat toch al toch een belangrijk aantal is, omdat veel van die patiënten hebben eigenlijk een jarenlange zoektocht. De gemiddelde duur tot diagnose bij ons is 19 jaar. Okay. Dus een belangrijk deel van de gevallen kunnen we oplossen, maar de meerderheid nog altijd niet, dus er blijft nog heel wat werk aan de winkel. Ja, oké. We hebben drie experten, maar veel belangrijker zijn alle mensen die nu aan het kijken zijn, want een groot deel van hen weet maar al te goed waarover het hebben. En daarom willen we ook heel interactief zijn. Als u een vraag hebt, wel, dan ziet u rechts beneden een vakje en daarin kunt u vragen stellen. Ik krijg dat op mijn iPad en by the way, ik merk dat al heel wat mensen aan het kijken zijn. Tof dat u de weg hiernaar vond. Dus als je een vraag hebt, typ dat onderaan in je chat en dan even later komt dat bij ons hier op het scherm. Nu, onlangs werd er een onderzoek uitgevoerd en de resultaten zijn nog niet gepubliceerd, maar ik weet dat heel wat van de mensen die nu aan het kijken zijn aan dat onderzoek hebben meegewerkt. En een van de vragen die daar werd gesteld van het belang van patiëntenorganisaties. Wel, die zijn uiterst belangrijk en we zijn dan ook heel blij dat een aantal 8 patiëntenorganisaties meewerken aan deze dag. En op het scherm ziet u die 8 verenigingen staan. Zij, samen met de sponsor Takeda, maken dit event
dit webinar eigenlijk mogelijk. En we vroegen ons af, hoe komt men er nu toe om zo'n patiëntenvereniging op te starten? Wat doen ze? Waarom zijn ze belangrijk? Wat is eigenlijk de missie van die verschillende patiëntenorganisaties? Wel, daarvoor zijn we virtueel ons oor eens te gaan luisteren leggen bij twee van die patiëntenverenigingen. En zo kwamen we uit bij Eva en Delphine. Ik ben Eva Schoeters van RadiOrg, Rare Diseases Belgium. RadiOrg is de Belgische koepel voor meer dan 80 ziektespecifieke verenigingen en voor honderden mensen die een ziekte hebben waarvoor geen vereniging bestaat. Er bestaan immers meer dan 6000 zeldzame ziekten. En niet voor al die ziekten kan er een vereniging bestaan. Nochtans kennen alle mensen met een zeldzame ziekte heel wat gedeelde uitdagingen. Dat diagnoses pas met veel vertraging gesteld worden. Dat het moeilijk is om optimale expertise te vinden. Dat er geen beschikbaar geneesmiddel is. Dat de artsen om je heen je ziekte helemaal niet kennen. Dat lotgenoten niet bij de deur wonen. RadiOrg ijvert voor structurele maatregelen om de vele gedeelde problemen aan te pakken. Dat doen we op politiek niveau, bij beleidsmakers, in netwerken, bij het RISIF, noem maar op. Daarnaast ondersteunen we met onze infolijn iedereen die zijn weg zoekt naar lotgenoten of naar optimale expertise. Tot slot voeren we jaarlijks rond Zeldzame Ziektedag campagne voor meer maatschappelijke aandacht voor de zeldzame ziekte. Want meer aandacht leidt tot betere zorg. Ook jij kan je lid maken van RadiOrg. Bezoek zeker eens onze website. Je suis Lilin Delphine. Je suis la maman de Robin, qui était atteint d'une maladie lysosomale. Il est décédé, il avait 14 mois. Nous avons décidé de créer une ASBL pour continuer son combat. Suite à la création de notre ASBL, on a été rejoint par une autre famille qui s'est associée à nous pour représenter les maladies lysosomales en Belgique. Alors depuis septembre 2018, nous sommes également devenus l'antenne belge de l'association Vaincre les maladies lysosomales qui est située en France. Les missions de notre ASBL sont principalement aider et soutenir les enfants et leurs familles. Quand on connaît une telle situation, il est important d'avoir des échanges avec les familles qui vivent la même chose que nous. Alors, on offre également des temps d'échange, de partage pour les familles. On a aussi pour mission d'aider financièrement les enfants malades en subvenant aux frais liés aux besoins médicaux et paramédicaux. Et on finance également le matériel nécessaire pour le confort de l'enfant, mais aussi pour qu'il puisse rester à la maison le plus longtemps possible. Alors, on essaie également, et ça c'est une mission importante pour nous, c'est de faire connaître l'ASBL et les maladies lysosomales en Belgique auprès des milieux hospitaliers et du personnel soignant. Le message qu'on souhaiterait faire passer aux familles qui sont touchées, c'est rare mais pas seul. Voilà, on se sent parfois très seul par rapport à la maladie, mais voilà, une maladie rare, mais sachez que vous n'êtes pas seul. Mais voilà, on est disponible via une page Facebook, donc tous ensemble, main dans la main. Et nous avons également, depuis peu, créé un site internet, c'est www.lysosomalbelgique.be. Zo, dat waren twee van de 8 verenigingen die zich achter dit event en dit webinar hebben gesteld. En goed nieuws, ondertussen komen vragen binnen. De eerste vraag is binnen, dat appreciëren we heel sterk. En ik kan u nu al zeggen, professor Poppe, het zal een vraagje voor u zijn. Het is eentje over erfelijkheid. Dus ja, het komt goed op tijd, want jij gaat het daar nu over hebben. Hè? Hoe worden ziektes overgedragen? Het woord is aan jou. Klopt. Dank u wel, Jan.
Dus ik zal het hebben over de erfelijkheid van lysosomale stapelingsziekten. Hoe erven die aandoeningen over en wat is de rol van genetische diagnostiek in de opvang en de begeleiding van patiënten die lijden aan zo'n ziektes. Voor initiatieven die gesteund worden vanuit de industrie is het altijd goed om belangen of om mogelijke belangenvermenging aan te geven. En in de context wil ik aangeven dat mijn instelling betrokken is in een aantal onderzoeksprojecten die door Takeda gesponsord worden en werden. Lysosomale stapelingsziekten, we hebben het over een grote groep aandoeningen, een vijftigtal verschillende aandoeningen, die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat ze allemaal erfelijk bepaald zijn. Ze ontstaan door fouten in het DNA. De overervingsvorm is ook bijzonder in die zin dat ze allemaal op autosomaal recessieve of X-gebonden recessieve wijze worden overgeërfd. Wat dat juist inhoudt, daar kom ik straks op terug. Voor een toenemend aantal van die aandoeningen is er ook een doelgerichte behandeling beschikbaar, waardoor dat eigenlijk extra jammer is dat geen enkel van die aandoeningen opgenomen is in de neonatale screening, de screening via de hilprik op dit moment in Vlaanderen. Want natuurlijk, voor dergelijke aandoeningen is vroegtijdige diagnose heel belangrijk. Hoe sneller dat een diagnose gesteld kan worden, hoe sneller dat er met behandeling kan gestart worden en dan hoe beter dat de prognose op langere termijn voor de patiënt uiteraard is. Als we het hebben over erfelijkheid, moeten we even terug naar het DNA. Eerst een korte toelichting over hoe ons erfelijk materiaal is georganiseerd. Ons DNA komt, of erfelijke kenmerken komen eigenlijk voor in tweevoud. In ons erfelijk materiaal komen 46 chromosomen voor. Die zijn georganiseerd in paren, dus 23 paren van chromosomen. En dat is hier weergegeven, dus je ziet op de slide chromosomen in het rood van die man, de chromosomen van zijn partner, die zijn in het blauw aangekleurd. Van elk paar chromosomen is er één donker en één licht. En je ziet dan dat naar de dochter van die twee mensen dat er telkens één chromosoom over gaat. Dus van ons chromosomenpaar, van die 23 paren, geven we telkens één door naar kinderen toe. Waardoor dat je met je eerste graadsverwanten uiteindelijk de helft van je erfelijk materiaal gaat delen. Als we dan inzoomen in zo'n chromosomenkaart, zo'n chromosoom bestaat eigenlijk uit één DNA-molecule, een heel lange molecule die eigenlijk opgewonden is. En als we dan nog dieper gaan inzoomen, dan zien we in die DNA-streng de verschillende genen. En een gen is eigenlijk de kleinste eenheid van erfelijkheid. En een gen bevat genetische informatie. Het vertelt aan een cel hoe een bepaald eiwit moet opgebouwd worden. Je ziet hier voor het rode en het blauwe chromosoom zie je verschillende genen. Dus ook onze genen komen in tweevoud voor. Van elk gen hebben we twee kopieën, waarvan er één is overgeërfd van de vader en één van ons moeder. Genetische afwijkingen kunnen voorkomen in die genen en die kunnen aan de basis liggen van erfelijke aandoeningen. Groot onderscheid is daar de noodzaak voor het aantal genetische afwijkingen om tot een bepaalde ziekte te leiden. Als er een fout is, bijvoorbeeld in gen A, in één van beide kopieën, dan kan bijvoorbeeld een dominante aandoening ontstaan, terwijl dat recessieve aandoeningen alleen maar kunnen ontstaan als beide genen een fout dragen. Maar daar zal ik straks nog een duidelijker illustratie van weergeven. Genetische afwijkingen die kunnen aanleiding geven tot het ontstaan van ziekte. Die kunnen ervoor zorgen dat aandoeningen in bepaalde families gaan voorkomen. Erfelijk bepaalde aandoeningen die gaan op verschillende manieren overerven. Ik zal die kort overlopen. Lysosomale stapelingsstoornissen die worden op autosomaal recessieve of X-gebonden recessieve wijze overgeërfd. De eerste overervingsvorm dat ik hier zal toelichten is dus niet van toepassing voor lysosomale stapelingsstoornissen, maar is wel een heel courante vorm van erfelijkheid waarmee dat we geconfronteerd worden in onze diagnostiek en dat is dominante overerving. Dominante aandoeningen, en die zie je hier weergegeven bij die
vader die aangetast is, die een bepaalde ziekte ontwikkeld heeft. Dominante aandoeningen die kunnen ontstaan wanneer dat één van beide genen een fout draagt. Dus je ziet daar twee chromosomen met een rode en een groene kopij van een bepaald gen. Dus de rode stelt het gen voor waarin dat er een mutatie aanwezig is. Naar kinderen toe geeft die vader telkens één van beide chromosomen door. Wat dat betekent dat de kans dat je een mutatie overerft, dat die 50% is. Voor een autosomale aandoening is overerving onafhankelijk van het geslacht. Dus die genetische afwijkingen kunnen doorgegeven worden, zowel naar zonen als naar dochters. De kans dat je mutatie doorkrijgt is 50%. Wat we meestal zien voor het dergelijk type van aandoeningen, is dat er een familiale voorgeschiedenis is. Meestal komt de aandoening al voor in de familie, zijn er veel aangetaste familieleden en komt de ziekte voor in verschillende generaties. Dus dat is een frequent voorkomende overervingsvorm die wel niet van toepassing is voor lysosomale aandoeningen. Die erven autosomaal of X-gebonden recessief over. Wat autosomaal recessieve overerving inhoudt, is hier weergegeven. Dergelijk type van aandoeningen kunnen pas ontstaan wanneer dat de beide kopijen van een bepaald gen een mutatie dragen. In de regel zijn dan beide ouders drager van een genetische afwijking. Dragerschap van zo'n genetische afwijking is niet voldoende om tot een ziekte te leiden. Dus beide ouders zijn gezond, zijn zich niet bewust van het feit dat ze drager of draagster zijn van een mutatie in een bepaald gen. En het is pas dan, wanneer dat ze kinderen hebben en wanneer dat er een kind met een bepaalde ziekte geboren wordt, dat de diagnose van een erfelijk bepaalde aandoening gesteld wordt. En dat men nadien te weten komt dat beide ouders drager zijn van een genetische afwijking. Wanneer dat beide ouders drager zijn, dan hebben ze kans van 1 op 4 op een kind met een autosomaal recessieve aandoening. Wat heel typisch is aan dit type van aandoeningen, is dat er meestal geen familiale voorgeschiedenis is. De diagnose wordt pas gesteld wanneer dat er een kind met de ziekte wordt geboren, maar verder komt die aandoening bijna niet voor in de familie. Een ander type van overerving dat ook voor lysosomale stapelingstoornissen relevant is, is de X-gebonden recessieve overerving. Dat is de manier waarop dat de ziekte van Fabry en Hunter overerven. Dergelijk type van aandoeningen zien we vooral ontstaan bij mannen. Mannen hebben maar één X-chromosoom, terwijl dat vrouwen er twee hebben. Vrouwen die draagster zijn, daar kan het ene X-chromosoom compenseren voor de genetische afwijking die aanwezig is in het andere. Dus dergelijk type van aandoeningen zie je meestal in de stamboom alleen voorkomen bij mannen. En wat typisch is, die mannen zijn verwant langs hun moederskant. De kans dat je genetische afwijking overerft is hier ook afhankelijk van de ouder die drager is. Aan de linkerzijde van de slide zie je bijvoorbeeld een vader die de ziekte heeft. Hij heeft dus op zijn X-chromosoom in een bepaald gen een genetische afwijking. Naar zoons zal die vader uiteraard altijd zijn Y-chromosoom doorgeven. Daarom zijn het net jongens. Dat betekent dat al zijn dochters het genetische effect zullen overerven. Dus van een aangetaste vader voor een X-gebonden recessieve overerving, zullen alle dochters obligaat draagster zijn. Maar meestal zullen die geen ziekteteken ontwikkelen of is de kans dat ze uiteindelijk ziektemanifestaties gaan vertonen toch relatief klein. Anders is het wanneer dat de moeder draagster is. Dat is hier weergegeven opnieuw aan de linkerzijde van de slide. Daar is de mama draagster van één genetische afwijking op één van beide X-chromosomen. De kans dat één van beide X-chromosomen doorgegeven wordt naar kinderen is opnieuw 50%. De kans dat dan een jongen is, is daar nog eens de helft van. Dus in dit geval, wanneer dat de moeder draagster is, is de kans op een aangetast kind 1 op 4. Dus dat zijn eigenlijk de manieren waarop dat lysosomale stapelingstoornissen overerven. Oftewel op autosomaal recessieve wijze, dan zijn beide ouders drager en draagster, zijn ze er zich niet van bewust vooraleer dat ze aan kinderen beginnen en wordt de diagnose pas gesteld wanneer dat er een ziek kind wordt geboren. Het andere geval, wanneer dat gaat om een X-gebonden recessieve overerving, is er vaak wel een familiale voorgeschiedenis en zien we de ziekte ontstaan bij verschillende mannelijke verwanten die verwant zijn via hun moederskant.
Op de genetische raadpleging werken we patiënten uit bij wie dat er een vermoeden is van een erfelijk bepaalde aandoening. We gaan dan eerst kijken naar ja, wat zijn de symptomen, wat zijn de klachten, wat zijn de afwijkingen die aanwezig zijn bij een bepaalde patiënt. We gaan een stamboom opmaken. Op basis daarvan gaan we de kans op erfelijkheid gaan inschatten. En gaan we evalueren of het opstarten van erfelijkheidsonderzoek al dan niet zinvol is. Meer nog dan alleen maar het aanbieden van zo'n test is ook het kaderen van genetische diagnostiek in een ruimere context. Want natuurlijk het aantonen van erfelijkheid voor een bepaalde ziekte, het heeft een heel belangrijke impact, niet alleen voor de patiënt, maar ook op zijn of haar familieleden. Daar hebben we natuurlijk ook voldoende aandacht voor. En dat zijn een aantal topics die terug zullen keren in de volgende voordracht van Sabine. Als we erfelijkheidsonderzoek gaan aanbieden, kunnen we dat eigenlijk doen in verschillende, zeg maar, contexten. Wanneer dat we op zoek gaan naar het oorzakelijke genetisch defect bij een persoon die al ziektetekenen ontwikkeld heeft, dan noemen we dat een diagnostisch onderzoek. Dus dat is een onderzoek bij een zieke persoon met als doel de erfelijke basis van die aandoening te gaan bevestigen. Dus bevestigen van de diagnose. Dat is een belangrijk onderzoek waarmee dat we meestal starten in een familie, bij een persoon die al ziektetekenen ontwikkeld heeft. Een belangrijk type van onderzoek dat we ook aanbieden is predictief onderzoek. En dat is eigenlijk een beetje een voorspellend onderzoek dat ons toelaat om in te schatten wat de kans is dat een familielid effectief ook de aandoening zal ontwikkelen. Dat is een type van onderzoek dat meestal gangbaar is voor dominante aandoeningen, want daar is dragerschap van één enkele mutatie voldoende om tot de ziekte te leiden. Of ook bij mannen die eventueel drager zijn van een genetische afwijking die op het X-chromosoom gelegen is. Dus met een predictief onderzoek kunnen we de kans inschatten dat er naar de toekomst mogelijk een gezondheidsrisico voor de persoon aanwezig is. Dan nog een heel ander onderzoek is het dragerschapsonderzoek. En dat is zeker relevant voor autosomaal recessieve aandoeningen. Daar gaan we na welke familieleden er drager of draagster zijn van de genetische defecten die bij de patiënt aanleiding gegeven hebben tot de aandoening. Hier is belangrijk om op te merken dat dragerschap voor de gezondheid meestal geen implicaties heeft. Tenzij natuurlijk dat er kinderwens is. Omdat dragers en draagsters, wanneer dat ook hun partner drager of draagster zou zijn van een genetische afwijking in hetzelfde gen, dat die dan een risico hebben van 1 op 4 op een aangetast kind. Dus dit type van onderzoek is eigenlijk alleen maar zinvol wanneer dat er kinderwens is, dus in het kader van preconceptueel advies. Dus zo'n onderzoek wordt alleen maar aangeboden vanaf 18-jarige leeftijd. Belangrijk is ook om aan te geven dat predictief onderzoek, omdat het ons juist laat de kans geeft om in te schatten wat dat, het risico is voor een persoon om een bepaalde, soms ook zeer ernstige aandoening te gaan ontwikkelen, brengt natuurlijk heel veel vragen teweeg. Dus daar is het omkaderen van de test, het aanbieden van genetic counseling en of psychologische begeleiding enorm belangrijk. Het genetisch onderzoek is heel sterk geëvolueerd in de laatste jaren. Tot voor 10, 20 jaar was genetisch onderzoek verliep het soms moeizaam, omdat onze technologische mogelijkheden relatief beperkt waren. We konden maar gen per gen gaan analyseren. En als je dan geconfronteerd wordt met een groep aandoeningen, zoals de lysosomale stapelingsziekten, zijn er een 50-tal die veroorzaakt kunnen worden, dus door mutaties in zeer veel verschillende genen. Als je dan gen per gen moet gaan analyseren, is het een beetje zoeken naar een speld in een hooiberg. Vandaag de dag hebben we technologie die ons toelaat om eigenlijk alle genen in één analyse te gaan onderzoeken. Dus het laat ons toe om ook voor complexe ziekten veel sneller te komen tot een diagnose. Een ander type van onderzoek dat eigenlijk voortgevloeid is uit die technologische vooruitgang is de uitgebreide draagschapsscreening die we aanbieden. Wat natuurlijk voor
Recessieve aandoeningen zijn beide ouders zich niet bewust van het feit dat ze drager zijn van een bepaald genetisch defect. Dus ze weten ook niet dat er kans is op een ernstige aandoening naar kinderen toe. En daarom bieden we nu een test aan die bij koppels, bij wie dat er kinderwens is, die toelaat om een screening te doen voor iets meer dan 1000 genetisch bepaalde ziektes. Het is een test die ontwikkeld werd binnen de genetische centra, die op dit moment helaas nog niet terugbetaald is en nog vrij duur is. De totale kost komt op €1.400 voor het koppel. Maar het is dus een test die toelaat aan ouders om de kans op een kind met een ernstige ziekte op voorhand eigenlijk al beter in kaart te brengen. De vraag die zich dan stelt wanneer dat beide ouders weten dat ze drager zijn van een genetisch defect en dat er een risico is naar kinderen toe, vaak op ernstige aandoeningen die ontstaan ook vanaf zeer jonge leeftijd, stelt de vraag zich van ja, wat doen we met die informatie? En er zijn twee types van onderzoek die toelaten om het overerven van het genetisch defect, om de aandoening bij kinderen te gaan voorkomen. De eerste mogelijkheid is invasieve perinatale diagnostiek, dat is dan een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie, waarbij dat er tijdens de zwangerschap onderzoek wordt gedaan bij de foetus om na te gaan of de foetus, wanneer dat die geboren zou worden, uiteindelijk een verhoogd risico op de ziekte zou hebben. Groot nadeel uiteraard van dergelijk type van onderzoek is wanneer dat er een afwijkend resultaat is, dat dan altijd de vraag moet gesteld worden naar een eventuele zwangerschapsafbreking. Dergelijke analyses, de invasieve diagnostiek, vlokkentest of vruchtwaterpunctie, is ook risicovol in die zin dat die ook geassocieerd is met een verhoogd risico op miskraam. Miskraam dat ontstaat door het uitvoeren van de procedure. Het risico daarop is ongeveer 1 op 200. Dus het kan zijn dat voor een gezond kind tijdens de zwangerschap, als er dergelijk type van onderzoek gebeurt, dat er een miskraam zich ontwikkelt door de analyse zelf. En daarom is er een alternatief ontwikkeld waardoor dat we ernstige aandoeningen kunnen vermijden, terwijl dat de vraag of dat er geen nood is naar zwangerschapsafbreking toe. En dat is wat we noemen pre-implantatie genetische diagnostiek. Dat is eigenlijk een onderzoek op embryo's vooraleer dat die teruggeplaatst worden bij de moeder. Het is dus een volledige IVF-procedure, wat op zich ook wel vrij belastend is voor het koppel. Maar we kunnen vandaag de dag onderzoek doen op de gegenereerde embryo's. We kunnen nagaan of die uiteindelijk aanleiding zouden geven tot een ernstige ziekte wanneer dat de foetus uiteindelijk geboren zou worden. En uiteraard gaan alleen maar die embryo's teruggeplaatst worden waarvan we zeker zijn dat die later niet zullen lijden aan die aandoening. De diagnose van een zeldzame aandoening en het vermoeden van erfelijkheid, ja, dat er natuurlijk heel veel vragen reizen voor advies, kun je terecht in een van de genetische centra. Ze zijn altijd verbonden aan een universitair ziekenhuis. In Vlaanderen zijn er een viertal in Gent, Antwerpen, Brussel en Leuven. En daar kun je terecht voor multidisciplinair advies. Niet alleen informatie over de aandoening zelf of over de test, maar er is daar ook aandacht voor de bredere impact van genetisch onderzoek en de mogelijkheden, de vragen die zo'n test met zich meebrengt. Dus om af te sluiten, om alles nog eens samen te vatten. Lysomale stapelingsziekten, dat is een heel heterogene groep van aandoeningen die allemaal genetisch bepaald zijn. Ze erven autosomaal of X-gebonden recessief over. Door genetische diagnostiek kunnen we de diagnose bevestigen. En kunnen we ook het risico voor andere verwanten om die aandoening te gaan ontwikkelen inschatten. En kunnen we ook de kans inschatten dat ze kinderen zouden hebben met die aandoening. Dergelijk type van test, technologische mogelijkheden evolueren zeer snel. Maar wat nog belangrijker is, is dat de test aangeboden wordt in een multidisciplinaire setting, waarbij dat ook naast zuiver medische noden ook geëvalueerd wordt welke bijkomende
vragen daar zijn. En een van de testen die eigenlijk toelaat op dit moment om na te gaan of koppels een verhoogd risico hebben op een recessieve aandoening, dat is die BJX-test. Zo, dat was het voor mij. Dus als er vragen zijn... Prima. Zeer. Je hebt al een aantal keer verwezen naar de psychologische impact van zoiets. Daar gaat Sabine zo dadelijk over praten. Maar heel kort. Iemand maakt een opmerking. U sprak daar van €1.400 voor zo'n test. Iemand zegt, bij mij was dat iets van €80. Nee, dus dan zal het een andere test zijn. Dan. Absoluut. Dus de BJX-test, dus de uitgebreide draagschapsscreen, die wordt op dit moment niet terugbetaald door het RISIF. Dus daarvan zijn de kosten volledig ten laste van de patiënt. Maar alle andere genetische analyses, de diagnostische, predictieve draagschapsscreenings, die worden allemaal terugbetaald. Het rem geldt voor alle aandoeningen, of voor alle analyses die we aanbieden, is altijd een kleine €9. €9? Ja, absoluut. Ja. Oké. Goed, dat is een misverstand uit de wereld geholpen. Ondertussen zijn we de pointer aan het, even aan het desinfecteren. En mevrouw Sallaert geeft het even door aan Sabine. En ja, we hadden het daarnet al over, of beter gezegd, professor Poppe had het daarnet al over, wat doet dat nu met iemand om zo'n test te, en de resultaten van zo'n test te horen te krijgen? Sabine, vertel het ons. Dank u wel. Ik wil graag met jullie even verder praten over... Dus professor Poppe heeft jullie geïnformeerd over de erfelijke overdracht van de ziekte. Maar ik wil het graag met jullie eventjes hebben over de impact op jouw leven en op het leven van familieleden, om hiermee geconfronteerd te worden. Het is reeds aangegeven waarom genetisch testen. Dat kan onder verschillende omstandigheden. En soms komen mensen naar een dienst medische genetica om een klinische diagnose te bevestigen. Andere mensen komen bij ons op raadpleging in het kader van voorspellend onderzoek of in het kader van dragerschapsonderzoek, zoals professor Poppe daarnet reeds heeft uitgelegd. Heel belangrijk voor ons eigenlijk om te weten is, want kijk, wanneer dat wij een patiënt of een testaanvrager op raadpleging hebben, dan is het dikwijls zoals in een reguliere andere raadpleging dat er een één-op-één contact is tussen een arts en een patiënt. Maar zeker op een dienst medische genetica is het van belang om in ons achterhoofd te houden van kijk, wie brengt die persoon die op dat moment in de raadpleging is eigenlijk mee? Welke familieleden zijn er niet fysiek aanwezig op de raadpleging, maar spelen toch een belangrijke rol in dit verhaal? En dat is iets waar ik met jullie de komende kwartiertje eigenlijk wat dieper wil op ingaan. Wanneer we te maken krijgen met erfelijkheid, dan hebben we te maken met een familieverhaal, zowel op medisch niveau als op psychosociaal niveau. Daarom eigenlijk dit voorbeeld, zoals dat jullie op de dia kunnen zien, in de reguliere raadpleging is het meestal zo van, kijk, één patiënt komt op raadpleging bij de arts en krijgt een diagnose en er wordt specifiek met die ene persoon verder gewerkt. Wanneer iemand op raadpleging komt op de dienst medische genetica, dan hebben we één persoon die op raadpleging komt, maar dat kan ook implicaties hebben voor familieleden die we noemen, of die we als at risk beschouwen, om eveneens in de toekomst die mogelijk kunnen geconfronteerd worden met bepaalde aandoeningen. Die genetische raadpleging, het is reeds aan bod gekomen, dat kent een typische structuur. En eigenlijk rekenen we gemiddeld ongeveer 45 minuten tot 1 uur uit om met die patiënt dieper in te gaan op van kijk, waarom of wat brengt die persoon hier op onze raadpleging. Dat is om een aantal medische zaken uit te klaren, maar ook omdat we het heel veel belang hechten aan een aantal basisprincipes van genetische counseling, waarbij dat ik toch een beetje dieper wil stilstaan bij jullie. Dat betreft het autonoom beslissen, het betreft ook op een geïnformeerde manier beslissen, het betreft confidentialiteit en het recht op niet weten. De attitude tussen arts en geneticus is niet directief en ik ga jullie dat een beetje nauwer toelichten wat dat concreet betekent. Autonome beslissing, daaronder verstaan we eigenlijk dat de patiënt, de testaanvrager, op elk moment de vrijheid heeft om zelf te beslissen of hij wil doorgaan of niet met het opstarten van een genetisch onderzoek. En die beslissing kan enkel autonoom genomen worden op het moment dat de persoon ook het gevoel heeft van kijk, ik ben voldoende geïnformeerd over wat het concreet betekent om deze test op te starten. Ben ik ermee akkoord dat ik mijn testresultaat wil kennen of niet? Confidentialiteit, daarmee verwijzen we eigenlijk naar de privacy van de patiënt of de testaanvrager. We vinden het ontzettend belangrijk wanneer het gaat over de genetische informatie van een persoon, dat dat nooit aan derden wordt meegedeeld zonder de
expliciete toestemming van de patiënt. En die derde dan mag je als zeer ruim beschouwen. En dat gaat zowel over dat die informatie niet gecommuniceerd wordt aan andere zorgverleners, aan andere artsen of aan familieleden of aan vrienden. Dus er wordt nooit zonder de toestemming van de patiënt genetische informatie verder meegedeeld aan anderen. Wat het recht op niet weten betreft, ik ga het hier kort aanhalen, maar ik denk ook dat dat in het volgende praatje bij Marlies Salaert meer zal uitgewerkt worden. Maar we vinden het ook heel erg belangrijk. Er is enerzijds een onderscheid te maken eigenlijk tussen het recht op weten en het recht op niet weten. Sommige mensen zijn heel erg overtuigd van, kijk, ik wil mijn genetische status kennen. Andere mensen zijn even overtuigd en zeggen van, kijk, ik wil mijn genetische status niet kennen. Beiden zijn voor ons heel erg belangrijk om te respecteren. Wanneer het gaat over die niet-directieve houding in de raadpleging, dan heeft dat eigenlijk als doel dat we de autonomie van de testaanvrager zo hoog mogelijk willen houden. Het is onze taak om mensen te informeren, maar verder is het de bedoeling eigenlijk dat de persoon die bij ons op raadpleging komt, zoveel mogelijk controle zelf in handen heeft en zelf beslist van wat wil ik wel weten, wat wil ik niet weten. Mogelijk wil ik wel iets weten, maar wil ik het op dit moment nog niet weten. Dus wij gaan informeren, maar we laten de uiteindelijke keuze van wil ik al of niet een genetische test opstarten, laten we steeds bij de persoon zelf. Die basisprincipes die zijn opgesteld in het kader van volwassenen eigenlijk die bij ons op raadpleging komen. Het spreekt voor zich dat we daar met een aantal uitdagingen geconfronteerd worden wanneer het gaat over kinderen en jongeren. Voornamelijk bijvoorbeeld die autonome en geïnformeerde beslissing. Kinderen zijn cognitief nog niet in staat om autonoom en geïnformeerd een beslissing te nemen om een genetische test op te starten. Daarom dat ook in de regel geldt wanneer er geen medische noodzaak is voor het kind om zich te testen, dat genetisch onderzoek niet gebeurt voor kinderen volwassen zijn. Belangrijk daarbij is ook om in ons achterhoofd te houden dat, zoals ik daarnet zei, kinderen hebben die cognitieve mogelijkheden nog niet om die beslissingen te nemen. En er zijn ook heel wat kinderen die op het moment dat zij volwassen zijn, zelf de keuze zouden nemen van, of de keuze zouden maken van, kijk, ik wil eigenlijk niet mijn genetische status kennen. Dus eigenlijk moeten we kinderen soms beschermen tot op het moment dat zij volwassen zijn, om hunzelf die autonomie te geven van, kijk, wat wil ik weten en wat wil ik niet weten. Gezien dat het niet de scope is van het praatje om specifiek over minderjarigen of over kindertesten te praten, ga ik daar ook niet verder op ingaan, maar ik vind het wel belangrijk om jullie mee te geven dat er internationale richtlijnen bestaan over het genetisch testen bij kinderen. En als jullie dat wensen, dat ik jullie daar zeker meer informatie kan over bezorgen. Een tweede luik waar ik met jullie dieper zou willen op ingaan, is eigenlijk over de impact van de confrontatie met een erfelijke zeldzame aandoening. Het is reeds aangehaald in het eerste filmpje daar straks ook van, kijk, er zijn 6.000 tot 8.000 zeldzame ziekten. En we weten dat elk van deze ziekten op zich zeldzaam zijn, maar op zich is het niet zeldzaam of niet raar om een zeldzame ziekte te hebben. We weten dat de meeste van die ziekten genetisch bepaald zijn, chronisch van aard zijn en een groot fysiek en mentaal lijden veroorzaken. Dat zijn dingen die we wel weten. We weten ook nog heel veel zaken niet. De wetenschappelijke kennis over elk van die specifieke aandoeningen is jammer genoeg ook nog beperkt. Die is zowel beperkt bij zorgverleners als dat er in de algemene samenleving nog niet zoveel over geweten is. Er is ook nog heel veel mogelijk om onderzoek te verrichten naar van, kijk, wat betekent het nu op vlak van fysiek lijden als op vlak van mentaal en sociaal lijden voor mensen die ermee geconfronteerd worden. Er is ook nog heel wat onderzoek mogelijk op het vlak van onderzoek naar wat is de betekenis zowel voor de patiënt zelf als voor familieleden van patiënten. Want dat wordt soms onderschat van oké, de patiënt staat centraal, maar wat betekent het voor een partner of voor kinderen van om met chronische zeldzame aandoeningen geconfronteerd te worden? Wanneer het gaat over lysosomale stapelingsziekten, dan denk ik dat we eigenlijk een beetje op een tweesporenbeleid zitten. Want enerzijds gaat het over, oké, ik moet mijn leven aanpassen aan het leren leven met een chronische aandoening. Van wat betekent dat voor mijzelf en wat betekent dat voor mijn omgeving? En ten tweede krijgen we te maken met een erfelijke aandoening. En ook dat op zich heeft bepaalde implicaties, zowel voor jouw eigen leven als voor de omgeving. Ik heb een aantal studies opgezocht eigenlijk, die zich gefocust hebben op van kijk, wat betekent of wat geven patiënten eigenlijk zelf aan naar hoe zij het ervaren om en geconfronteerd te worden met deze diagnose. En uiteraard, de beperking op fysiek gezondheidsvlak, die primeert hier wel natuurlijk. Wanneer dat we er de literatuur bij halen, dan zien we dat de meest gerapporteerde fysieke klachten door patiënten zelf zijn. En zijn die confrontatie met beperkingen op vlak van voeding. Heel veel patiënten halen ook aan van kijk, wij worden
heel vaak geconfronteerd met pijn. Hè. En bijhorende moeilijkheden, zoals slaapmoeilijkheden. Hè. Ik voel me ontzettend moe, ik voel me fysiek uitgeput. Ik denk dat ik niemand van jullie moet overtuigen dat er een heel nauwe link is tussen het fysieke welzijn en het mentale welzijn. Dat de dagelijkse confrontatie met fysieke beperkingen en fysieke lasten een grote invloed heeft op het mentaal welzijn van patiënten. Hè. En wanneer we daarnaar gaan kijken van wat komt het meest aan bod, of wat rapporteren de meeste patiënten daarover, hè, naar op vlak van mentaal welzijn, dan zien we dat zij het toch wel als lastig ervaren om zo afhankelijk te zijn van die medische zorg. Hè. Zij hebben het gevoel van ik word toch wel ook een stuk beperkt in mijn vrijheid omwille van die medische omkadering die ik nodig heb. Een ander belangrijk thema dat vaak gerapporteerd wordt door patiënten is de onzekerheid over het verloop van de ziekte. Wat maakt dat het op dit moment lastig is? Omdat je niet weet naar de toekomst toe hoe de ziekte verder zal evolueren. Heel wat mensen rapporteren ook aandachtsmoeilijkheden omwille van die intense pijnervaring, rapporteren stress. Hè. En specifiek voor jongeren merken we dat zij het soms heel moeilijk hebben op het moment dat zij de overgang maken van eigenlijk het zorgcircuit voor de leeftijd van 18 jaar, hè, waarbij dat er toch een duidelijke omkadering is, waarbij dat er meer onderzoeken voor hun geregeld worden, dat meer gestructureerd verloopt, naar de overgang eigenlijk naar de volwassenheid, waarbij dat mensen veel meer op zichzelf aangewezen zijn en een beetje meer zelf een zorgverlenerscircuit eigenlijk moeten uitbouwen en daar meer zelfverantwoordelijkheid in krijgen. Hè. Wat we ook zien dat een invloed heeft op de mentale gezondheid, is soms de onzekerheid opmerken bij zorgverleners over de diagnose en plan van aanpak, net omwille van die gebrekigheid aan kennis die er jammer genoeg ook bij artsen soms nog is. Heel wat patiënten rapporteren ook gevoelens van depressie, hè, die we zeer duidelijk kunnen begrijpen van waar dat die komen. Hè. Mensen hebben soms het gevoel om helemaal alleen te staan in hun verhaal. Hè. Ook al weet je van, kijk, er lopen wereldwijd nog mensen rond met deze aandoening, maar ik ken ze niet, ik zie ze niet, ik voel mij op dit moment wel hierin alleen. Hè. Het gebrek aan sociale steun dat sommigen ervaren. Hè. Sommigen rapporteren ook een gevoel van hopeloosheid. Van oké, een chronische aandoening gaat nooit weg. Ik word daarmee geconfronteerd. Ik moet een manier vinden om daarmee om te gaan. En dat leidt ook tot gevoelens van frustratie. Specifiek omdat het gaat om een erfelijke aandoening, zien we ook dat er heel wat, en dan heb ik het specifiek over ouders bijvoorbeeld, die gevoelens van schuld ervaren omdat zij mogelijk een erfelijke fout doorgeven aan hun kinderen. Wanneer we gaan kijken naar de copingstrategie van patiënten, hè, wanneer we aan patiënten gaan vragen van kijk, hoe lukt het voor jou eigenlijk om te gaan in het leven met die chronische aandoening, dan zien we dat er heel wat mensen rapporteren van kijk, ik doe eigenlijk mijn best om dag per dag te leven. Hè. Ik ervaar ups, ik ervaar downs, maar ik blijf proberen na een crisis om vooruit te gaan. Hè. Heel wat mensen geven ook aan van kijk, ik word geconfronteerd met beperkingen, maar verder doe ik mijn best om zo normaal mogelijk leven te leiden. En dat helpt mij dan bijvoorbeeld om te focussen op het nu en om niet te veel naar de toekomst te kijken. Hè. Sommigen gaan ook bijvoorbeeld bewust de diagnose geheim houden. Hè. Dat kan om twee redenen zijn. Dat kan zijn vanuit een angst voor een soort onbegrip, maar dat kan ook zijn van, kijk, als ik die diagnose geheim hou, dan slaag ik er beter in om eigenlijk een zo normaal mogelijk leven te leiden. Sommige patiënten vinden het ook heel erg belangrijk om anderen te informeren uit hun omgeving, hè, om hen bijna op te leiden over de aandoening, zodat zij goed zouden beseffen of zouden kunnen inschatten van wat betekent het om hiermee geconfronteerd te worden. En nog andere mensen geven ook aan van kijk, ik heb mijzelf een soort van zelfmanagementvaardigheden aangeleerd om die aandoening een plaats te geven. Over het algemeen, en ik denk dat het ons ook niet hoeft te verbazen, zien we dat patiënten die positieve effecten ervaren van de medische behandeling er ook meer in slagen om perspectief te zien op andere levensdomeinen. Dan wil ik met jullie nog eventjes stilstaan bij eigenlijk het psychosociale aspect. Hè? Want één iemand wordt geconfronteerd met een zeldzame genetische aandoening, maar een persoon heeft een familie, hè? Situeert zich binnen een vriendengroep, heeft collega's, hè? Maakt deel uit van de samenleving, maakt ook deel uit van een zorgcircuit en sommigen beslissen ook of maken de keuze om zich te groeperen in een patiëntenvereniging. En wat zien we daar eigenlijk? Dat patiënten soms veel onzekerheid ervaren over het al dan niet delen van de diagnose met anderen. Dat ze de vraag stellen van oké, wat vertel ik aan wie en op welk moment? Vertel ik het aan een aantal vrienden? Vertel ik het aan al mijn vrienden? Moet ik het aan mijn werk vertellen of niet? Moet ik open kaart spelen tegen iedereen? En wat vertel ik wel, wat vertel ik niet? Vertel ik over de aandoening, maar niet over het erfelijkheid? En we merken toch dat mensen daar soms zoekende in zijn. En specifiek wat dat erfelijkheidsluik betreft, maakt dat het soms nog moeilijker, omdat we bijvoorbeeld zien van wat als er één iemand in de familie
wel bereid is om bepaalde informatie te delen en anderen houden het liever voor zich. Maar daar ga ik ze even nog iets meer over vertellen. Over het algemeen merken we dat patiënten en familieleden het essentieel vinden om hun ervaringen toch te kunnen delen met bepaalde steunfiguren. En we zien dat familie, vrienden, patiëntenorganisaties en medepatiënten ervaren worden als de meest steunende figuren. Jammer genoeg merken we dat patiënten toch ook nog het gevoel hebben of de angst ervaren om negatief beoordeeld te worden. En zeker wanneer het gaat om een aandoening die uiterlijk zichtbaar is. Er zijn ook nog een aantal patiënten die rapporteren van kijk, ik ervaar soms wel echt nog gevoelens van sociale ongelijkheid, van sociale uitsluiting. Dat is iets wat we toch niet mogen vergeten en wat dat belangrijk is, dat we dat allemaal samen de wereld kunnen uithelpen, zoiets. Hè. Wat merken we op eigenlijk bij koppels waarbij dat een van de partners geconfronteerd wordt met een chronische aandoening? Dat er een aantal specifieke thema's zijn die toch wel belangrijk zijn of die voor moeilijkheden kunnen zorgen binnen het gezin. En een van die thema's zijn kinderen of de toekomstige kinderwens. Hoe gaan we die vervullen? Hoe kunnen we dat combineren met het feit dat die aandoening op zich er is? Hoe kunnen we ons organiseren? Een ander thema dat vaak toch nog in de taboesfeer zit, is het seksueel functioneren. Zowel naar zorgverleners toe wordt daar niet veel over gepraat, maar ook bij koppels onderling is het niet altijd makkelijk om het seksueel functioneren bespreekbaar te stellen. De huishoudelijke taken, de rolverdeling, wie is tot wat in staat en ook financiële aspecten. Wat als een van de partners bijvoorbeeld niet meer aan het werk kan omwille van de fysieke beperkingen. Of, en nu maak ik de link naar de volgende, de dia van wat als een van de kinderen geconfronteerd wordt met een chronische aandoening en een van de ouders bijvoorbeeld beslist van kijk, ik ga niet meer werken, ik ga de zorg voor het kind op mij nemen. Dat heeft allemaal financiële implicaties ook. Thema's die we zien die vooral aan bod komen bij gezinnen waarbij kinderen geconfronteerd worden met een chronische aandoening, zien we dat er heel veel angst is. Angst over de onzekerheid over de toekomst van het kind. Ook gevoelens van verdriet, van oké, je hebt een beeld van een gezonde zoon of dochter en dat is een verlies dat je ervaart om te weten van ik word geconfronteerd met bepaalde beperkingen. Die gevoelens van schuld die ik daarnet al heb aangehaald en ook gevoelens van eenzaamheid, van oké, met wie kunnen we onze emoties delen? Wie begrijpt er ons? Tegelijkertijd ervaren mensen gelukkig ook gevoelens van hoop. Zijn er heel wat mensen die zeggen van kijk, de wetenschap staat niet stil. Wat we vandaag nog niet weten, weten we misschien wel naar de toekomst. Ook gevoelens van dankbaarheid. Mensen zeggen van kijk, er zijn dingen die vandaag nog niet kunnen, maar er is ook al heel veel wel mogelijk. Wij ervaren een goede omkadering van de zorg. Wanneer we specifiek gaan inzoomen op jongeren en op kinderen, dan zien we eigenlijk dat zij een beetje op zoek zijn naar een balans tussen enerzijds de nood hebben om het gevoel te krijgen van kijk, er wordt rekening gehouden met de beperkingen waarmee dat geconfronteerd wordt, maar anderzijds ook zeer expliciet uiten van ik wil dat er met mij omgegaan wordt zoals dat er met andere gezinsleden omgegaan wordt. Het normaliseren vinden mensen ook wel heel erg belangrijk om minder dat gevoel te hebben van ik sta hier alleen. Ook in mijn gezin sta ik alleen. Nee, ze willen dat er met hun omgegaan wordt als anderen. Dus wat betekent nu een erfelijke diagnose naast de impact op uw eigen kwaliteit van leven, zowel fysiek als mentaal, als voor uw familieleden? Spreekt het ook voor zich dat een erfelijke diagnose mogelijk ook implicaties heeft voor familieleden? En er zijn een aantal studies en modellen ontwikkeld die ons helpen te begrijpen wat het moeilijker en makkelijker maakt om informatie over erfelijkheid te delen met familieleden. En de eerste zaak is eigenlijk sterk gerelateerd aan de ziekte op zich. Waarbij dat we zien dat het voor aandoeningen, waarbij preventieve maatregelen kunnen getroffen worden, dat we zien, van kijk, dat maakt het makkelijker voor mensen om met hun familie daarover te praten. Of wanneer dat mensen weten van kijk, als ik die informatie deel met mijn familieleden, dan kan een diagnose voor, ik zeg maar, een broer, een zus, naar de toekomst toe vermeden worden, dat mensen dan makkelijker ter sprake gaan stellen. Daarnaast zijn er ook een aantal individuele eigenschappen die het makkelijker of moeilijker maken om informatie te delen. We zien wanneer het gaat over gezondheidsgerelateerde thema's dat het nog net iets makkelijker is voor vrouwen dan voor mannen om hierover te praten. Wat is de copingstrategie van de persoon zelf? Hebben we te maken met iemand die zegt van kijk, als ik geconfronteerd word met een probleem, ben ik iemand die onmiddellijk in actie gaat schieten en die oplossingsgericht gaat nadenken? Of ben ik iemand die eerder vermijdend is en die gaat doen alsof het probleem er niet is omdat ik het te moeilijk vind? Dat zijn zaken die beïnvloeden
op welke manier er met de familie over gecommuniceerd wordt. Ook de manier waarop je eigen risico gepercipieerd wordt. Mensen die het risico als ernstig percipiëren, gaan sneller geneigd zijn om die informatie te delen met familieleden, dan mensen die zeggen van, ah, maar eigenlijk is het allemaal zo erg niet. Ik zie er eigenlijk het nut niet van in om dit soort informatie te delen met mijn familieleden. Ook op het niveau van de familie zien we een aantal beïnvloedende factoren. Families die heel erg open zijn ten opzichte van families die heel erg gesloten zijn, daarin zien we een duidelijk verschil. Als mensen open met elkaar praten, dat het makkelijker is om informatie te delen. Vinden mensen het belangrijk om de informatie eerder te laten doorstromen, eerst op dezelfde generatie en dan hun kinderen te informeren, of zien we dat er losse familierelaties zijn? Ten slotte is ook de emotionele afstand tussen familieleden, zien we dat dat een duidelijke rol speelt. Als mensen een goede band hebben met elkaar, het makkelijker is om met elkaar te communiceren. Maar heel wat informatie dat je al gegeven hebt. Ondertussen, een heel kort vraagje dat ik je al even voorleg. Iemand zegt, ik heb een lysosomale stapelingsziekte. Ik heb een broer en een zus, maar die willen zich niet laten testen, omdat ze voelen niets. En iemand zegt, met andere woorden, ik voel mij wat schuldig. Moet ik dat nu aan die kinderen, aan mijn neefjes en nichtjes vertellen? Kan dat? Ik denk dat je al eventjes een antwoord zelfs hebt gegeven. Ja. Zoals ik daarnet zei, er is het recht op weten en het recht op niet weten respecteren. En wanneer dat specifiek gaat over deze situatie, dan denk ik dat het belangrijk is dat het bespreekbaar gemaakt wordt van kijk, het zijn nu nog kinderen op dit moment. Er is geen dringende noodzaak om nu meteen te handelen. Maar naar de toekomst toe kan het wel belangrijk zijn voor die kinderen om dragerschap te gaan testen. En om het gesprek aan te gaan met de broers en zussen van kijk, wij willen jouw recht op niet weten respecteren. Maar weet dat het belangrijk is voor als jouw kinderen volwassen zijn en zelf kinderen willen hebben, dat zij de kans moeten krijgen om voor zichzelf die keuze te maken. En om die zekerheid te krijgen van kijk, ik wil zeker zijn dat mijn kinderen die erfelijke fout niet hebben, dat zij de kans krijgen om zich te testen. Dus ik zou niet het gevoel hebben, want er is een noodzaak om nu zo snel mogelijk te handelen en die kinderen te informeren, maar eerder het gesprek aangaan met de broer en de zus van kijk, op termijn, om daar toch een keer over na te denken van, dat we iedereen kunnen respecteren, het recht op niet weten, maar voor de kinderen ook het recht op wel weten. Met andere woorden, als tante ga je niet zomaar met je neefjes en nichtjes daar overbeginnen. Dat hangt een beetje van de onderlinge familierelaties af. In families waarbij dat getolereerd wordt en dat dat bijvoorbeeld comfortabel zou zijn voor die broer of die zus van oké, ik vind het te moeilijk om zelf het gesprek aan te gaan met mijn kinderen, maar ik ga ermee akkoord dat jij dat doet, dan is dat oké. In andere families zou dat niet getolereerd worden. Dus het gaat niet over juist of fout, het gaat er een beetje over hoe dat de familierelaties op dit moment in elkaar zitten en wat er getolereerd wordt en acceptabel is binnen die specifieke familie. Ja. Dat is heel duidelijk. En meteen kijken we al een beetje naar mevrouw Sallaert, want het gaat, we hebben daarnet het gehad over het recht van niet weten. En daarover zal jij het ook hebben. En ik zal eerst even jouw pointer ontsmetten. Als ik die misschien even doorkrijg. Ja. Voilà. Dan gaan we dat ontsmetten. Zo, dankjewel. Dus we hebben een ethicus in ons midden, een ethicus zelfs uit van de dienst Cienzano, maar je werkt ook aan de Universiteit van Gent. Wel, een en al oor zijn we voor u. Dankjewel. Ik ga dus samen met jullie een paar korte ethische reflecties maken eigenlijk over wat het betekent om een genetische diagnose te krijgen, om je genetisch te laten testen. Maar ik ga misschien starten met misschien kort uit te leggen waarom mensen zoals ik, die zeg maar bezig zijn met bioethiek of met medische filosofie, waarom wij zeg maar ook zo'n interesse hebben in heel dat verhaal van die genetische testing. Ik denk dat ik mijn aanloop vrij snel kan nemen, omdat er al heel veel is verteld door mijn collega's. Maar het is zo dat de wetenschappelijke ontwikkelingen binnen de genetische testing en zo, die zorgen er natuurlijk voor dat we enerzijds over meer kennis beschikken en met als in veel gevallen, zeker niet in alle gevallen, maar in veel gevallen zorgen ze er ook voor dat we ook meer mogelijkheden hebben om bepaalde acties te ondernemen. Het is al uitgelegd, denk ik, dat er zijn verschillende momenten in iemands leven, er zijn verschillende contexten waarbinnen iemand kan beslissen om al dan niet een genetische test te laten uitvoeren en dus al dan niet kennis over zijn of haar zeg maar, genetische make-up
te vernemen. Ik heb er kort nog een paar opgesomd. Het kan bijvoorbeeld, je kan getest worden op dragerschap. Of de ondertussen denk ik wel bekende NIPT, een prenatale test waarbij er wordt gekeken of het toekomstig kindje een verhoogde kans heeft op een erfelijke aandoening ook. Of het zeg maar voorspellend onderzoek waarbij er eigenlijk presymptomatisch wordt getest of iemand ook een verhoogde kans heeft op een bepaalde aandoening waarvoor er duidelijk een familiegeschiedenis aanwezig is. En zoals gezegd, in veel gevallen biedt het ook, of toch in sommige gevallen, biedt het de mensen ook de kans om dan ook al dan niet een soort actie te ondernemen op basis van die kennis. Er kan gekozen worden voor men een kind, wanneer men een kinderwens heeft en men die zeg maar onder begeleiding wenst uit te voeren, kan er bijvoorbeeld gekozen worden voor de pre-implantatiegenetische testing, zoals die al werd uitgelegd, wanneer er gezien wordt dat er een verhoogde kans is op een erfelijke aandoening bij een toekomstig kindje, kan er gekozen worden om ofwel die zwangerschap verder te zetten ofwel die af te breken. En in het geval van de meer voorspellende geneeskunde zijn er vaak ook verschillende acties mogelijk. Ik heb hier het voorbeeld aangegeven van de erfelijke borstkanker. Wanneer iemand verneemt dat, dat daar een verhoogd risico op is, wanneer die persoon daar een verhoogd risico op heeft op het ontwikkelen van erfelijke borstkanker, dan kan die persoon er bijvoorbeeld voor kiezen om zich intensiever te laten opvolgen. Of dan kan die persoon bijvoorbeeld ook in bepaalde gevallen ervoor kiezen om preventief een mastectomie te laten uitvoeren. Nu, waarom... Wat roept dat van vragen op binnen de medische ethiek of binnen de medische filosofie? Wel, een van de vragen die wij ons soms stellen is, oké, die bijkomende kennis, die mogelijkheid tot meer acties, betekent dat misschien ook een soort toegenomen verantwoordelijkheid van de mensen? Hè? Is het zo, omdat er een mogelijkheid is tot het vernemen van bepaalde kennis, dat we dat eigenlijk ook bijna zouden moeten doen, hè? Dat we die kennis echt moeten gaan opzoeken. Stel hè, dat er een bepaalde voorgeschiedenis is binnen een familie van een erfelijke aandoening, heb ik dan zeg maar bijna de verantwoordelijkheid om mijzelf ook te laten checken, hè, of ik zelf ook dat verhoogd risico loop? Of heb ik, en daar ga ik straks zeker nog op doorgaan, heb ik nog altijd zoiets als een recht op niet weten? Hè? Het recht om die informatie niet te vernemen, om daar heel bewust voor te kiezen ook. Het recht op niet weten is een, laten we zeggen, fel bediscussieerd recht binnen de medische ethiek en binnen de bioethiek. Zeker in de context van genetica. Omdat, en dat is ook al heel sterk aangehaald in de vorige presentaties, omdat genetische informatie meteen een heel familieverhaal met zich meebrengt. Hè? En ja, als je dan zelf kiest om niet te weten, ontneem je misschien ook de kans aan anderen rond je, van je familie, om te weten. Hè? Doordat jij eigenlijk bepaalde kennis niet verneemt, kan je die ook niet doorgeven aan anderen. Kan je die kennis niet doorzeggen aan anderen die dat zouden willen weten. Die vraag tot een eventuele verantwoordelijkheid die we hebben binnen die context van genetica stelt zich dan ook natuurlijk op het vlak van acties. Hè. Stel dan dat ik bepaalde kennis verneem, dat ik bepaalde verhoogde risico's verneem die bij mij aanwezig zijn. Heb ik dan ook de verantwoordelijkheid om daar ook effectief iets mee te gaan doen? Hè? Moet ik mijn kennis gaan omzetten in daden? Moet ik daar iets mee aanvangen? Er zijn bepaalde bioethici die zich bijvoorbeeld de vraag stellen van hebben we bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid om, als we in die mogelijkheid zijn, voor een zo gezond mogelijk kind te gaan? En er zijn bepaalde ethici die dit in bepaalde omstandigheden verdedigen. We kunnen ons ook de vraag stellen, stel dat ik dan verneem van ik heb een verhoogde aanleg of een verhoogde kans op een erfelijke aandoening. Ja, moet ik dan ook een bepaalde actie echt effectief ondernemen? En ik denk de voornaamste vraag is dan, wat ga ik dan precies doen? Hè? Ga ik dan kiezen om mij intensiever te laten opvolgen? Ga ik kiezen voor een andere stap? Ga ik bijvoorbeeld kiezen voor al een preventieve borstamputatie?
Hoe weeg ik dat af, die verschillende opties? Hoe kies ik iets dat in verhouding is met het risico? En wie kan mij daar eventueel bij helpen? En hoe ver gaat mijn verantwoordelijkheid daarin? Dus dat zijn onder andere vragen waar wij ons als bioethici over buigen. Nu, ik wil daaraan toevoegen, die vraag naar verantwoordelijkheid. Wij stellen die ook niet alleen op individueel en persoonlijk vlak. Wij vragen ons niet alleen af wat is een at-risk persoon, zijn of haar verantwoordelijkheid. We stellen die vraag ook meer op maatschappelijk vlak. In de zin van welke kennis, welke acties willen wij als maatschappij mee ondersteunen, mee stimuleren. Wat vinden wij als maatschappij nuttige kennis om te vernemen? Wat vinden wij nuttige acties om te stellen? En hoe gaan we dat eventueel stimuleren? Ik denk een van de meest gebruikte tactieken om kennis en acties te stimuleren is natuurlijk de terugbetaling van bepaalde testen of van bepaalde behandelingen. We kunnen daar iets ruimer kunnen dan ook de vraag stellen van oké, wat voor samenleving willen we zijn? Hè? Zijn we een samenleving die vooral inzet nog altijd op het curatieve, hè, op de behandeling? Of gaan we toch meer en meer focussen op die preventie? En hoe ver gaan we daar dan in de zin van stel dat iemand wordt geconfronteerd met een bepaalde aandoening en die heeft nood aan een behandeling en die behandeling is beschikbaar. Gaan we die behandeling dan nog terugbetalen? Als die persoon eigenlijk preventief zaken had kunnen doen om die aandoening te vermijden, maar we weten dat hij dat niet gedaan heeft bijvoorbeeld. Gaan we daar zo ver in of niet? Vinden we dat een stap te ver? Ook dat zijn zaken waarover wij nadenken. Nu, hoe doen wij dat vanuit de bioethiek? Ik heb in het midden de denker gezet, omdat dat misschien wel wat het imago is dat bioethici of medisch filosofen hebben. Dat wij ons aan een tafel daar een keer diep zetten over nadenken. Wij doen dat zeker, maar wij raadplegen toch ook literatuur. En niet alleen de antieke filosofie, maar wij gaan zeker ook de recente publicaties bekijken. En vooral ook, wij gaan ook wel in gesprek gaan met belangrijke betrokkenen. Hè. En dat gaat zowel over patiënten, over zorgverleners, over mensen die mee het beleid bepalen. Dus bon, wij hanteren zeg maar, verschillende technieken om daar zo goed mogelijk over na te denken. Wat daar wel een rode draad door is, door zeg maar, al die technieken, is dat wij heel vaak aandacht gaan schenken aan bepaalde belangrijke waarden of principes die in de bioethiek, in de medische filosofie, een belangrijke plaats innemen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan autonomie, aan een klinisch weldoen, een soort verantwoordelijkheid vanuit de zorgverlening, maar ook aan discriminatie, aan rechtvaardigheid en zo verder. En ik ga dat niet op een abstract niveau uitleggen, maar ik ga dat proberen zo duidelijk mogelijk uitleggen binnen de context van genetische testing. We hebben al gehoord, in het domein van de genetica zijn er eigenlijk altijd vanzelf heel veel betrokken partijen. Het gaat over de patiënt, maar het gaat ook over eventueel zijn of haar partner, eventuele kinderen, familieleden, de zorgverlener. Ik heb hier een beetje voor een vereenvoudigde weergave gekozen met de patiënt, de familie en de zorgverlener. En ik wil met jullie eigenlijk een keer kort bekijken welke waarden dat daar allemaal spelen, zeg maar, binnen het domein van de genetica en de genetische testing. Nu is het ook zo dat die verschillende partijen die kunnen zeg maar, allemaal op dezelfde manier naar de kwestie kijken. Hè, als zij allemaal een beetje hetzelfde idee hebben van oké, dit is nuttige informatie, dit is nuttige kennis die we echt willen vernemen of willen doorgeven aan de anderen. En of dit zijn acties die we interessant en nuttig vinden binnen deze situatie. Dan wijzen alle neuzen een beetje in dezelfde richting en dat kunnen uiteraard nog altijd heel complexe situaties zijn. Maar bon, het is al een stap vooruit natuurlijk dat iedereen een beetje hetzelfde idee op nahoudt. Echter, in de praktijk, ik heb hier nu, dat is één voorbeeld, in de praktijk is dat niet altijd zo. En heeft niet iedereen altijd hetzelfde idee over wat nu eigenlijk interessante kennis is om te vernemen of om door te geven. En dan wordt het verhaal nog des te complexer. En ik ga dat ook nog iets duidelijker of concreter uitleggen voor jullie. Nu,
een waarde of een principe dat aan de kant, zeg maar, van de zorgverleners heel centraal staat, is eigenlijk het klinisch weldoen. Dat betekent dat de zorgverlener zichzelf tot taak stelt om zaken te doen, kennis bij te brengen, acties voor te stellen die eigenlijk het welzijn van de patiënt gaan ten goede komen. Hè. Zaken waarbij de patiënt baat gaat hebben. Ik denk dat dat een van de basisprincipes is, hè, binnen de zorgverlening. Dus op die manier hier kan de zorgverlener voorstellen van oké, we kunnen misschien kijken voor een genetische test als die beschikbaar is. Op die manier kan je misschien eventueel in aanmerking komen voor een betere behandeling of kan je bepaalde preventieve maatregelen nemen. En op die manier gaat de zorgverlener dus die waarde proberen realiseren. Nu, de patiënt die heeft als een belangrijke waarde, die ook al is aangehaald, autonomie. In de zin van, de patiënt heeft de vrije keuze natuurlijk of dat hij daarop ingaat op die test of niet. Of dat hij daar iets mee aanvangt met die kennis of niet. De patiënt is autonoom of wordt daar toch zoveel mogelijk in gestimuleerd en ook in begeleid. En kiest zo zelf wat hij eigenlijk gaat doen daarmee. Nu, die autonomie zou er natuurlijk ook voor kunnen zorgen dat de patiënt beslist van oké, kijk, ik weet dan nu zelf die kennis, ik ga daar al dan niet iets mee aanvangen, maar ik ga dat niet doorgeven aan mijn familie. En daar kunnen heel veel verschillende redenen voor zijn. En er is ook al heel veel onderzoek naar gedaan. Een reden kan bijvoorbeeld zijn dat genetische informatie is vaak heel complex is. En een patiënt voelt zich misschien niet altijd in staat om dat zo op een goed mogelijke manier over te brengen. Die voelt zich daar misschien niet altijd helemaal klaar voor. Ook kan een patiënt wel twijfelen omdat hij denkt, ik wil eigenlijk geen slecht nieuws brengen. Ik vind dat vervelend om mijn familieleden bezorgd te maken. Ik doe dat liever niet, we zien wel. En natuurlijk is er ook het recht op niet weten. Hè. Misschien gaat de patiënt zeggen van maar misschien wil mijn familie dat helemaal niet weten. Hè. Dat zij misschien ook at risk zijn voor een bepaalde aandoening. En weet je, ik ga hun recht op niet weten proberen en respecteren. En zij hen zelf de keuze laten of zij zich bijvoorbeeld verder... of zij zich laten testen of niet en zo verder. Nu, anderzijds is het natuurlijk ook zo dat familieleden niet alleen een recht hebben op niet weten, maar ze hebben ook een recht op weten natuurlijk. En in die zin kunnen we ons dan afvragen of de patiënt misschien, wanneer hij over bepaalde kennis beschikt, of hij misschien toch een meldingsplicht heeft naar zijn familieleden toe. En of hij hen moet waarschuwen dat er misschien bij hen ook een bepaald risico speelt. En dat dus die waarde van klinisch weldoen niet alleen bij de zorgverlener ligt, maar misschien zelfs ook bij de patiënt. Bovendien is het ook zo, als de patiënt zijn familie niet informeert, gaan er misschien weinig andere triggers zijn waardoor dat die familie zelf gaat beslissen om zich om een of andere reden genetisch te laten testen. Anderzijds kunnen we ons ook de vraag stellen, oké, als dat zo moeilijk kan liggen, dan ligt die verantwoordelijkheid toch misschien nog meer bij de zorgverlener. En heeft de zorgverlener niet alleen een verantwoordelijkheid naar de patiënt toe, maar ook naar de familie toe. En moet die ook proberen om die familie te betrekken in het verhaal. Anderzijds, natuurlijk, er is opnieuw dat recht op niet weten bij de familie. Hè. Hoe ga je dat als zorgverlener gaan inschatten? Er is ook zo natuurlijk, er is ook iets natuurlijk als de zorgrelatie tussen arts en patiënt, tussen een zorgverlener en patiënt. Ga je dat dan eventueel op het spel zetten door familie te gaan informeren, los van de wil van de patiënt? En ook praktisch natuurlijk. Hoe ga je dat als zorgverlener allemaal aanpakken? Om die contactgegevens bijvoorbeeld te bemachtigen. Zeker als de patiënt niet echt wenst mee te werken. Nu, als we dat allemaal bij elkaar zetten, dan wordt dat wel heel complex. En dan kan je je afvragen van oké, hoe gaan we hier nu een antwoord op vinden? En ik kan u zeggen vanuit de medische ethiek, ik kan niet in mijn boeken gaan kijken om u het correcte antwoord in elke situatie te geven. Hè. Het is zo dat wij eigenlijk veel meer gaan kijken naar een concrete situatie en naar enerzijds de maatschappelijke aspecten die daarin meespelen en ook heel specifieke casus-specifieke aspecten. Hè. Enerzijds is het zo, de laatste jaren en zelfs de laatste decennia is er veel meer gewicht komen te liggen op de patiëntenautonomie, de uitzicht in de patiëntenrechten, in familieorganisaties en zo verder.
Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat patiëntenautonomie altijd het grootste gewicht in de schaal zal leggen. Hè. Er is nog altijd zoiets als de verantwoordelijkheid tot klinisch weldoen. Er is nog altijd de medische expertise, waarvoor we uiteindelijk ook wel te raden gaan bij de zorgverlener. En die legt ook nog altijd een gewicht in de schaal. Meer contextspecifiek, case-specifiek, gaan we dan ook echt heel concrete vragen gaan stellen. Hè, van oké, over welke aandoening gaat het hier in dit verhaal? Hè? Hoe ernstig is die? Wanneer verwachten we de eerste symptomen? Hoe gaan die evolueren? Is die aandoening behandelbaar of is er eventueel een preventie mogelijk? Zoals ook in de vorige presentatie is gezet, dat kan een heel belangrijk argument zijn om iets te willen weten. Het feit dat er een behandeling of preventie mogelijk is. Want dan kan je ook net die stap maken van kennis naar actie. Dus ook dat zijn zaken die zeg maar, het gewicht van autonomie of klinisch welzijn gaan beïnvloeden. Daarnaast gaan we ook kijken naar bijvoorbeeld meer psychosociale of relationele, familiale aspecten. Hè. Hoe zit de verhouding tussen patiënt en familie? Is daar nog een goede band tussen? Is dat eigenlijk zo evident voor de patiënt om zijn familie te gaan informeren? Wat denkt de patiënt dat eventueel de gevolgen gaan zijn van het overbrengen van die kennis? Wat denkt hij dat de gevolgen gaan zijn van het niet overbrengen van die kennis? Ook daar kan hij aan denken. Hoe zou dat eventueel best aangepakt worden? En zo verder. Dus ik wil eigenlijk op die manier tonen dat binnen de bioethiek, die waarden, die principes, we gaan die evalueren echt binnen een concrete context. En we gaan daar casus en echt heel situationeel specifieke elementen ook bij betrekken. En ik wil dan eigenlijk ook afsluiten door aan de kant van de zorgverleners nog enkele extra figuurtjes toe te voegen. Omdat dat maakt net het feit dat we dit allemaal in beschouwing willen nemen, maakt het zo belangrijk om met verschillende mensen samen te werken, met psychologen, met klinisch genetici, die zeg maar al die verschillende aspecten zo goed mogelijk in kaart kunnen brengen en zeg maar tot een soort overkoepelende kijk op de zaak kunnen komen. Perfect, dankjewel. Geen gemakkelijke stof, maar ik moet zeggen, de pijltjes en de figuurtjes hebben het een heel pak duidelijker gemaakt. Ik gooi je direct al een heel moeilijke vraag voor de voeten. Je hebt het over autonomie, meldingsplicht, recht van niet weten en dan komt de klassieke vraag. Ik heb de ziekte. Wacht, de vraag komt erop neer eigenlijk. Moet ik dat nu aan de werkgever en verzekering vermelden? Moet ik me daar slecht bij voelen als ik dat niet vertel? Ja, dat is natuurlijk nog een heel andere kwestie. Ik ga ook meteen zeggen dat de wetgeving daar rond ook denk ik vrij complex nog is en ook. Ik denk op dit moment is het bij mijn weten niet zo dat je verplicht bent om dat aan je werkgever door te geven. Hè? Dat je bijvoorbeeld een aanleg hebt tot een. Dat je bijvoorbeeld een aanleg hebt tot een bepaalde erfelijke aandoening. Je werkgever kan op dit moment niet eisen van jou dat je dat bekend maakt. Hè? Dus. Moet je je daar slecht over voelen dat je dat niet doet? Ik weet het niet. Ik denk dat dat ook afhangt van hoe dat alles verder gaat evolueren. Allee, op dit moment niet, denk ik. Hè. Op dit moment hoef je daar niet slecht over te voelen. Kijk even naar professor Poppen. Nee, tuurlijk. Het moet zeker niet gemeld worden. De patiënt heeft recht op zijn of haar privacy. En er is ook wetgeving over. In zin, er is een wet op de landverzekeringsovereenkomst. Waarin dat expliciet is vermeld dat genetische gegevens niet mogen meegedeeld worden. Okay. Dus patiënt moet het niet melden. Ja. Er geeft iemand een goede opmerking. We hebben het nu al gehad met een geneticus, we hebben een psycholoog, we hebben een ethicus. Maar iemand betrekt er nog een ander thema bij, de politiek. En ik lees even voor. Waarom zou men niet alle pasgeboren kinderen testen op lysosomale stapelingsziekte? In het Waalse landsgedeelte van het land worden hielprikken wel uitgevoerd bij pasgeboren kindjes. En ik denk dat het dan gaat rond de case van Pia en het vervolg daarop. Ja, waar staan we? Hoe denken wij daarover, over zo'n het aanbieden van hielprikken? Ik denk dat alleszins het is een test die heel veel mogelijkheden biedt en die zeker zinvol is voor aandoeningen waarvoor dat er preventie of behandeling beschikbaar is. En dat een vroegtijdige diagnose essentieel is.
Natuurlijk, welke aandoeningen dat er dan uiteindelijk geselecteerd worden, is een beleidskeuze. Dat is een keuze die de overheid maakt. Maar denk ik, het is aan ons om aan te geven wat dat de technologische evoluties zijn, wat dat de mogelijkheden zijn van genetisch onderzoek. En om dan in overleg met de overheid te gaan kijken welke testen dat er uiteindelijk bij komt, kunnen geïmplementeerd worden. En zo is er bijvoorbeeld recent ook, is ook mucoviscidose, de thaislijmziekte, opgenomen in de neonatale screening. En tussen de regels door hoor ik dat u daar wat ook in, dat u dat opvolgt, dat u daarbij betrokken bent bij die... Er is een overleg geweest met alle genetische centra en neonatale screeningcentra, ja. Ja, ik kijk even naar Sabine. Een heel concrete vraag. Mijn dochter is draagster van de ziekte van Fabry. Vanaf welke leeftijd kan of moet ik zo'n thema bespreekbaar stellen? Ik dacht gehoord te hebben, volwassenheid, is het dat? Het gaat een beetje vanaf wat bespreekbaar stellen. Hè? Het feit dat de diagnose er is, of het feit van kijk, wanneer testen op bepaalde thema's. Hè? We zien, eigenlijk, we krijgen regelmatig alleen de vraag van ouders van kijk, bijvoorbeeld er zit een erfelijke fout in onze familie. Ik wil mijn kinderen daar eigenlijk op dit moment nog niet mee belasten. Hè? Wat vertel ik hun wanneer? Ik kan niet zeggen dat daar een standaard antwoord op is. Ik denk dat dat zeer sterk afhangt van de cognitieve ontwikkeling van een kind, van de emotionele ontwikkeling van een kind. Hè. Wat dat we wel zeer van overtuigd zijn, is dat dingen achterhouden, geheim houden, hè, dat geen goed idee is. Ik denk dat hoe meer dat ouders er open kunnen over zijn naar hun kinderen, dat kinderen dat als positief ervaren, hè, want zij merken dingen op zonder dingen uit te spreken. Hebben zij ook wel bepaalde tentakels en voelen zij ook wel aan dat er sommige dingen niet helemaal kloppen. Hè. Maar ik zou zeggen, echt afhankelijk van de relatie met je kind, ontwikkelingsniveau, van kijken wat is de draagkracht van mijn kind op dit moment, wat kan ik delen. Hè. Dus zo eerlijk, zo dicht mogelijk bij de waarheid blijven, maar aangepast aan de draagkracht en de cognitieve mogelijkheden van het kind, zodat die toch een normaal mogelijke ontwikkeling heeft en niet het gevoel heeft van ik moet mij anders voelen. Ik ben niet zoals alle andere kinderen. Hè. Daar is het kind niet mee gebaat. Dat is ook niet wat de ouders willen. Dus het is kind per kind een beetje zoeken en geleidelijk aan de waarheid. Ja, er staan geen duidelijke richtlijnen op als papa en mama voel je dat. Nee, zeker niet. We krijgen een vraag binnen. Iemand die jullie alle drie feliciteert. Hij of zij zegt van... Ik had ook graag iets geweten over MPS-syndroom. Mijn kleinkind heeft dat. En kan ik als grootouder dan dat ook bespreken? En het is iemand die bij jullie dienst behandeld wordt. Grootouders worden die daarbij betrokken. Maar laat me eerst naar jou gaan. MPS, wat is dat precies? Dat is ook een van de lysomale stapelingsziekten, de mucopolysaccharidozen. Een heel belangrijke, complexe groep van autosomaal recessief overerende aandoeningen. Ja, meer informatie waarschijnlijk bij jullie wel te krijgen. Betrekken jullie grootouders er eigenlijk bij? Bij dergelijke gesprekken of indirect? Het is zo dat we weinig grootouders op de raadpleging zien. We zien veel meer kinderen samen met ouders, of koppels alleen, of kinderen die volwassen zijn. Grootouders komen zelden op raadpleging samen met kleinkinderen. Maar nogmaals, het is een familieverhaal. Dus wanneer grootouders een belangrijke rol spelen voor die specifieke familie, dan denk ik dat we daar zeker moeten bij stilstaan van... Hoe hard weegt het voor de grootouders? Wat willen zij graag bespreekbaar zien? Welke rol willen zij opnemen? Omdat ik zeg het gezin per gezin te bekijken van welke rol willen zij opnemen? Hoe willen zij helpen? Wat is voor hun de impact om daar zeker... om kort te zijn, grootouders zijn zeker welkom. We zien ze niet op raadpleging, maar ze zijn welkom om dingen mee te bespreken. Van oké, hoe kunnen we hiermee omgaan als grootouders? En ik ga je woorden oppikken. Om kort te zijn, een allerlaatste vraag. Want er komen eigenlijk aardig wat vragen binnen. Ik lees letterlijk voor. Mijn man heeft de ziekte van Gaucher en we willen een gezin stichten. We willen kinderen. Ik wil zeker zijn dat ik geen draagster ben van deze ziekte. Kan ik mij zomaar laten testen? Ja, absoluut. Dat kan zeker. En testing is relevant. Want natuurlijk, als een partner van een patiënt ook draagster of drager is, dan heb je eigenlijk een kans van 1-2 op een kind dat ook de ziekte zou kunnen ontwikkelen. Ja, en haar vraag was ook terugbetaling is daarbij dan voorzien? Ja. Oké.
als dat geen duidelijk en kort antwoord is. En zo horen we het graag. In elk geval, hier willen we afsluiten. En daar is een goede reden voor, want zo dadelijk, over precies een kwartiertje, komen de Franstalige collega's in deze studio zitten. En dan doen we hetzelfde over, maar dan voor het Franstalig landsgedeelte. Want het is belangrijk dat we die stapelings, de lysosomale stapelingsziekte, meer in de actualiteit brengen, wat meer ruchtbaarheid geven. En daar zijn patiëntenorganisaties heel sterk mee bezig. En daar wilden we vandaag ook ons steentje toe bijdragen. We willen in eerste geval jullie drie experten hier in de studio hartelijk bedanken. Natuurlijk willen we de 8 patiëntenverenigingen hartelijk danken die dit tot een geslaagd, of naar mijn aanvoelen, naar een heel geslaagd seminarie en webinar hebben helpen meebrengen. Natuurlijk moeten we Takeda danken die voor alle praktische organisatie en die dit heel sterk gesteund heeft. Maar bovenal willen we u danken dat u eigenlijk met heel veel vandaag aanwezig waren. Vragen die binnenkomen zien we nog altijd en ik stel voor dat we die ook eventjes doorspelen aan jullie, zodanig dat, en ik zie jullie al goed dik knikken, spelen we die vragen door en worden die ook nog wel beantwoord. En dan rest me eigenlijk nog één ding en dat is u nogmaals hartelijk te bedanken. Ik wil erop te wijzen dat als jullie dit webinar afsluiten, dat er een korte evaluatie is. U doet ons een plezier om dat eens in te vullen. Meer dan 20 seconden duurt het niet, maar wij weten dan wat goed was en wat beter kan. En tenslotte wil ik u heel hartelijk danken nog eens, maar u nog een prettig weekend toewensen. En wie weet, tot een volgende keer.